Oh, of ik nog één keer Handelingen 3 of 5 wil benoemen. De afgelopen keren, de afgelopen 3 keer dat ik heb ik gesproken over het Koninkrijk en. Het Koninkrijk en gastvrijheid, financiën en huwelijk. En dat heb ik gedaan zodat we onze gedachten omvormen naar het Koninkrijk van God. Dat we leren denken in de principes van het Koninkrijk. Het Koninkrijk waarin we geplaatst zijn. En dit is echt van levensbelang. En daarom wil ik vandaag er ook een klein beetje over verder gaan. Ik heb niet een nieuw thema, maar ik wil er wel op verder borduren. Want het is van levensbelang dat wij onze gedachten gaan omvormen. En dat is een levenslang proces. Maar ik wil er vandaag wat handvaten over geven. Dat we onze gedachten gaan omvormen naar het koninkrijk waarin we leven. Want er is niets zo lastig en er is niets zo moeilijk. En het is ook niet zo ingewikkeld door te leven in twee werelden. Je kan niet leven in het koninkrijk van de wereld en het koninkrijk van God. Ergens krijg je dan kortsluiting in je denken. En dat is niet alleen met het koninkrijk van de wereld en het koninkrijk van God, maar het is altijd. Als je in twee werelden leeft, op het eind raak je met jezelf in de knoop. En daarom is het belangrijk dat we onze gedachten, ons denken continu vernieuwen. En dat is eigenlijk een beetje het onderwerp van mijn boodschap. Het is belangrijk dat we begrijpen wat er gebeurd is op het moment dat we opnieuw geboren zijn. En dat is het eigenlijk al wat het misschien bijna wel ingewikkeld maakt. Want door geloof, alleen door geloof, zijn we getransformeerd van het ene koninkrijk naar het andere. En dat is, eigenlijk is dat gewoon heel ingewikkeld, ook om je dat voor te stellen. Je hebt het geloof en misschien heb je het ervaren, maar je hebt het geloof dat je gestorven bent aan jezelf. En eigenlijk vanaf dat moment dat wij geloof ontvangen, zijn we van het oude koninkrijk geplaatst in het nieuwe koninkrijk. En je zou kunnen zeggen, eigenlijk zit daar niets tussen. Het is een transformatie van het ene moment op het andere moment. En terwijl ik daarover na aan het denken was, zit daar nou echt niets tussen? En toen dacht ik, ja, misschien zit er toch wel iets tussen. Tussen het oude koninkrijk en het nieuwe koninkrijk. En misschien voel je al een beetje aan, wat zit daar tussen? De doop. De doop is eigenlijk geplaatst tussen het oude koninkrijk en het nieuwe koninkrijk. En daarom is de doop ook heel belangrijk. Het is niet een symbool of iets, een teken, maar de doop is de overgang van het oude naar het nieuwe. Als we in 1 Korinthe 10 lezen, ik ga het nu niet helemaal herhalen, maar in 1 Korinthe 10, dan haalt Paulus het verhaal aan dat het volk Israël gevangen in slavernij bevrijd werd uit Egypte en ze moesten door de Rode Zee heen om in het beloofde land te komen. Ze konden ook blijven, maar dan bleven ze onder het juk en ze kwamen niet in vrijheid. Door de Rode Zee werd het volk Israël als het ware, als een voorafschaduwing aan de doop, geplaatst van het koninkrijk van slavernij, van onderdrukking, naar het koninkrijk van vrijheid, naar het beloofde land wat overstroomde van alle goede dingen. De doop is onderdeel van onze redding. Je kan de doop niet loszien. Veel mensen proberen het een soort los te plaatsen, maar de doop is een onderdeel van de uitleiding uit ons oude leven. En ik merk dat er ook in mijn eigen omgeving en soms ook bij mezelf, dat er soms lichtzinnig of makkelijk over de doop wordt nagedacht. Dat het een beetje wordt gebagatelliseerd. En misschien is het goed ook om voor jezelf eens na te denken. Wat betekent de doop voor jou? Als ik zeg de doop is een symbool, denk je dan, ja, dat klopt wel. De doop is inderdaad een symbool. En tijdens de voorbereiding dacht ik er ook over na en dan heb ik ook gewoon aan mezelf gevraagd, ja, wat is de doop? Is de doop nou een symbool? En dat is heel belangrijk. Veel belangrijker voor mezelf en misschien ook wel voor jullie, want als je denkt dat de doop een symbool is, ja, dan is het symbolisch dat je
geplaatst bent in het koninkrijk van de hemelen. Eigenlijk zeg je, het is niet helemaal echt waar, maar het is soort symbolisch. Ik ben symbolisch geplaatst in de hemelse gewesten. Nou, ik zal jullie proberen uit te leggen met een voorbeeld hoe dat werkt. Wie is het ermee eens dat gezondheid meer waard is als geld? Iedereen. Als je multimiljonair bent en je wordt ziek, dan zou je er makkelijk 1 miljoen voor over hebben om gezond te zijn. Allemaal mee eens. Toch? Dus heb ik goed nieuws. Jullie zijn, als je gezond bent, zijn jullie symbolisch allemaal miljonair. Klopt toch? Jullie zijn gefeliciteerd, jullie zijn symbolisch allemaal miljonair. En dan kom je thuis en dan zeg je, yes man, Peter heeft gezegd dat ik miljonair ben. En in een zekere mate is dat waar. Totdat iemand zegt, kom, laat er wat voor kopen. Nee, je koopt er niks voor. Oh, dus jij bent een miljonair zonder knaken. Dat is eigenlijk wat je zegt, ik ben symbolisch miljonair. En als wij geloven dat de doop symbolisch is, dan heeft de doop geen kracht, want je koopt er helemaal niks voor. De doop is werkelijkheid. Als wij geloven dat Jezus voor ons gezonde gestorven is, als wij gedoopt zijn, dan zijn wij niet symbolisch geplaatst in de hemelse gewesten. Dan zijn wij niet symbolisch, hebben we niet symbolisch een dode natuur. Nee, dan zijn wij echt tot leven gekomen. En dan zijn wij echt bij Christus geplaatst in de hemel. En dat is misschien even wennen in je denken. Want misschien leef je nog een soort in de wereld en je denkt, ja, ik ben symbolisch met Christus gekruisigd en ik ben symbolisch. Maar nee mensen, daar kopen we niks voor. Daar zit geen autoriteit in. Want op het moment dat iemand vraagt of je iets wil doen in geloof, zeg je, ja, maar weet je, het zwakt zo af. Maar geloof mij, als wij gedoopt zijn in Christus dood, dan zijn wij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Halleluja mensen! En het is heel apart dat we dat soms, het is eigenlijk vrij normaal dat we dat soms eigenlijk amper kunnen voorstellen. Daarom moeten wij ons denken vernieuwen. Je zou het kunnen voorstellen met het inruilen van je paspoort. Als jij een Nederlander bent en je wil graag een Amerikaan worden bijvoorbeeld, dan is dat onder bepaalde, misschien voor je werk of om allerlei omstandigheden, is het soms mogelijk dat je een paspoort, een nieuw paspoort kan krijgen. Dat is een heel gedoe, je moet hele procedure door, maar sommige mensen kunnen, of door een huwelijk, als je met een Amerikaan trouwt, dan kan het zijn dat je een Amerikaans paspoort krijgt. En dan komt er een dag dat je je oude paspoort moet inleveren en dan krijg je een hele nieuwe. Nou, misschien dat het in mijn geval zou gebeuren of in jouw geval en je hoort, je paspoort ligt klaar, je kan je paspoort verruilen bij de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Je rijdt daarheen en op het moment dat jij je paspoort inlevert, dan lever jij al je rechten van je burgerschap van Nederland op in. Je hebt geen recht meer op een uitkering. Je hebt geen recht meer om hier voor lange tijd te verblijven. Daar heb je visum straks weer nodig. Je hebt geen recht op niks meer, want je bent geen Nederlander meer. En op het moment dat jij een Amerikaans paspoort krijgt, en het is niet zo dat je dan opeens Amerikaans praat en dat je automatisch hamburgers eet in plaats van frikandellen. Maar het is wel wie jij bent. Als je naar je paspoort kijkt, dan zie je, ik ben een Amerikaan. En het kan best zo zijn, als je een tijdje niet meer naar je paspoort hebt gekeken, dat je gewoon weer vergeet wie je bent. Dat je gewoon weer frikandellen blijft eten. Nee, maar snap je, als Nederlander, je moet op een gegeven moment ook, je bent geen Nederlander meer, dus je moet ook je nieuwe identiteit gaan vinden. Je moet gaan leren wat het inhoudt om Amerikaan te zijn, wat je nieuwe rechten zijn. Oh, ze hebben daar geen uitkeringen meer. Oh, dan krijg ik toch geen uitkeringen. Snap je? Er zitten andere rechten aan. En weet je, als je twijfelt of je nou echt wel, stel je voor dat je het op een gegeven moment niet meer weet. Ben ik nou een Nederlander of een Amerikaan? Ik zou het niet meer weten. Wat doe je dan? Dan kijk je naar je paspoort. Ja, er staat toch echt, ik ben echt een Amerikaan. En dat is ook met de doop. We kunnen terugkijken op de doop als een gebeurtenis. Dat was het moment dat ik mijn oude leven achter me liet. Dat was het moment dat ik koos voor Jezus. Dat is het moment waarin ik een nieuwe identiteit heb gekregen. Dus de doop is ook het bewijs dat we zeker weten dat we een hemelburger zijn. Dat je denkt, yes, het is echt waar. Dus daarom hoop ik dat we goed onthouden
De doop is geen symbool. Ik hoop ook echt dat als je... Ik heb het zelf denk ik misschien wel te vaak gedacht. Dus ik hoop ook dat we daarin ons denken mogen vernieuwen. De doop is geen... Amen. En als ik dan het heb over het verschil tussen de identiteit tussen een Nederlander en een Amerikaan, dan zijn het nog kleine verschillen. Eigenlijk hebben we het niet zo. Hè? Amerika is ook een westers land en in plaats van euro's hebben ze daar dollars. Dus het is allemaal niet zo heel spannend wat er verandert. Maar als wij worden geplaatst van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de licht, dan verandert er wel veel. Dat koninkrijk staat haaks op het andere koninkrijk. Het koninkrijk van het licht staat haaks op het koninkrijk van de duisternis. Dus het moet ook zichtbaar gaan worden, omdat de waardes zo verschillend zijn. We volgen niet meer de koning van de leugen, maar we volgen de koning van de waarheid. Onze eindbestemming is niet meer de dood, nee, onze eindbestemming is het leven. En wat hoort daarbij? Vreugde. Yes, we zijn gered. Yes, we hebben een nieuwe identiteit. En dat is een mega grote verandering. En dat mag ook vreugde met zich meebrengen. Dat mag ons dankbaar, dat maakt ons blij, dat maakt ons dankbaar. En weet je, als je niet je gedachten vernieuwt, dan ben je eigenlijk iemand die bevrijd is, maar nog steeds in de gevangenis zit. In het beste geval. In het beste geval ben je vrij, maar blijf je zitten in de gevangenis. En dat wil toch niemand? En vaak denken we dat het leven met de Here misschien niet het beste leven is. Maar ik geloof mij, het maakt je van binnen zo rustig. Het maakt je van binnen zo blij. Je weet wie je bent in Christus. Je weet, ik hoef niet meer bang te zijn voor de dood. Je hele leven verandert. Maar het is wel belangrijk dat wij gaan zien wie en wat wij zijn in Christus. Nou, en Paulus schreef natuurlijk ook brieven aan gemeentes. En al die gemeentes die hadden allemaal mensen die ook opnieuw geboren waren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als Paulus een brief naar Efeze stuurde, dan was het eigenlijk dat Paulus ook, net als ik, tot jullie sprak, tot mensen die opnieuw geboren waren. En wat Paulus zich ook realiseerde, dat het zo belangrijk is om je denken te vernieuwen. Om te begrijpen, wie ben ik nou echt? En daarom zien we in elke... Is de beamer klaar toevallig? Ik ben nu bij de eerste slide. Even checken of die doet. Nou, ik heb een aantal teksten waarin Paulus aangeeft in allerlei Bijbelboeken hoe belangrijk het is om ons denken te vernieuwen. En daar wil ik eigenlijk met jullie doorheen lezen. We hopen dat de beamer gaat werken. En anders lees ik ze voor. Het is een mooie timing dat ik precies er ben. Wacht even. Anders zal ik de eerste alvast voorlezen. Efeze 4. Een woord van kennis. Oh, hij staat er. Daar staat: en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Wat staat hier? Dus wij moeten ons denken opnieuw gaan vernieuwen, want wij zijn bekleed met de nieuwe mens. De oude mens was voorbij en de nieuwe mens is er nu. En die mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen. Dus kijk naar jezelf en zeg: ik ben overeenkomstig het beeld van God geschapen. Dat is toch fantastisch. Jij bent geschapen naar het beeld van God. Je mag er zijn. En de tweede tekst in Romeinen 12 vers 2, daar zegt hij een andere, iets in dezelfde strekking, alleen tegen de Romeinen. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, mensen, want wij zijn niet van deze wereld. En als we wel aan deze wereld gelijkvormig worden, dan krijgen we een identiteitscrisis. Omdat we geloven dat we met Christus zijn gestorven, maar in werkelijkheid zijn we het, doen we het niet. In Colossenzen 3 vers 1 en 2 staat: als u nu met Christus opgewekt bent, als u nu met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die van boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet
op de aarde zijn. Aan de gelaten zegt hij dus, nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Je bent geen slaaf meer. Geen slaaf meer van zonde. We zijn niet meer gebonden. We zijn vrij. En als wij ons gedragen als een slaaf, dan zullen we ook de dingen doen van de slaaf. En als we vrij zijn, dan zal de Heer ons ook werkelijk vrij maken. Door Jezus Christus. Filippenzen 3, de laatste die ik wil opnoemen is, ons burgerschap is echter in de hemelen. Ons burgerschap, ons paspoort, onze identiteit is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker, Jezus, verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Mensen, al deze teksten bedoelt Paulus niet symbolisch. Hij zegt niet, jullie zijn symbolisch of jullie zijn als het ware geplaatst in de hemel. Nee, jullie zijn hemelburgers. Dus het is ook heel belangrijk dat we daarna gaan leven. En het kan zijn dat je misschien wel in je eigen leven ervaart dat dit nog geen realiteit is. Dat je zoiets hebt van ja, ik geloof het wel, maar ik zie het niet. Ik zie het niet werkelijkheid worden. Ik voel me nog zo van deze wereld. Ik gedraag me nog zoals deze wereld. Er zijn een aantal oorzaken voor. Het is ook goed om jezelf daarbij af te vragen van waar leef ik nou echt voor? Om even de check te doen. Waar leef ik nou voor? Leef ik voor Jezus of leef ik voor mezelf? Leef ik voor mijn eigen koninkrijk? Wil ik Jezus wel echt volgen? Dat is een belangrijke vraag. Wil ik wel echt Jezus volgen? Veel mensen willen Jezus wel als redder, maar niet als Heer. Als ik naar buiten loop en ik vraag aan een willekeurige mens in Heek, als ik een interview zou doen en ik ga aan iedereen vragen, meneer, wilt u naar de hemel? Ja, natuurlijk. Iedereen wil nog naar de hemel. Dus uiteindelijk wil iedereen wel Jezus als redder. Als ik vertel, ja, als u Jezus dan, oh, Jezus, ja, die wil ik dan wel. Maar als je dan gaat uitleggen wat het kost, dan hoeven ze het vaak niet. Want ze zeggen, ja, ik wil toch eigenlijk zelf bepalen. Ik wil zelf de controle houden. Dus het is ook belangrijk om te checken in ons eigen leven, is ons fundament wel in orde? Want als ons fundament niet oké is, dan heeft het geen zin om je denken te vernieuwen. Want dan klopt het eigenlijk niet, want je fundament is cruciaal. Is Jezus niet alleen jouw redder, maar is Jezus ook jouw Heer? Dat is een belangrijke vraag. En het begint, en als je merkt als je merkt, mijn fundament is niet in orde, dan zal er een grote kans bestaan dat jij niet bouwt op Jezus, maar dat je geloof is gebouwd op zonde. Dat je niet oprecht bent bekeerd. Dat je Jezus wel wil volgen, maar je hebt niet jezelf afgekeerd van je zondige leven. Ik spreek ook uit eigen ervaring. Ik heb zelf jarenlang geprobeerd om Jezus te volgen in combinatie met een zondig leven. En ik vroeg elke keer weer opnieuw vergeving voor dezelfde zonde. Het was alsof ik elke week weer bij af was. Soms ging het een paar dagen goed, soms ging het een week goed, soms ging het een maand goed, maar uiteindelijk was het een soort visuele cirkel. Ik bleef maar terug, ik bleef maar vergeving vragen voor dezelfde zonde. Maar wat was voor mij persoonlijk het probleem? Ik schaamde me voor mijn zonde en ik wilde het niet in het licht brengen. Ik schaamde me voor mijn collega's, ik schaamde me voor mijn vrouw, ik schaamde me voor mijn omgeving. Dus uiteindelijk wilde ik het offer van Jezus wel, maar ik wilde wel mijn eigen hachie redden. En als je Jezus wil volgen, dan moet je eigen hachie eraan. Anders gaat het niet. De graankorrel moet eerst sterven, zegt de Heer Jezus, voordat er iets nieuws. We moeten eerst aan onszelf sterven, voordat er iets kan gaan komen leven. Dus als je Jezus wil volgen en je hebt die keuze al gemaakt, maar je merkt dat het leven nog niet echt uit de grond komt, vraag jezelf af, Heere, ben ik wel daadwerkelijk gestorven aan mezelf? Of is er stiekem iets wat ik nog onder controle wil houden? Ja, ik wil mijn eigen leven onder controle houden. Ik wil mijn eigen identiteit op orde houden. Ik schaam me nog, of ik wil wel mijn eigen comfort. Ik wil wel zeker weten dat ik straks genoeg geld heb. Noem het allemaal maar op. Als je Jezus gaat volgen, dan blijft er niets meer van jezelf over. Maar je zal merken, als je zover komt dat je die keuze hebt gemaakt, dat je zegt, Heere, ik geef me over,
dat het het mooiste moment is van je leven. We kunnen genoeg getuigenissen ook uit ons leven, van mensen die zeggen, Heere, ik geef me over en de rust en de vrede en ook de vrijheid, de verlossing van zonde is gekomen door het werk van de Heer Jezus. Misschien zeg je, dat heb ik allemaal al gedaan. Peter, dat is recht. Halleluja. Dan kan het dus wel zijn dat het tijd wordt dat je denken meer gaat vernieuwen en dat je gaat leven uit de nieuwe natuur. Wat je zal merken, en dat is heel belangrijk, dat op het moment dat jij je gedragen gaat naar die nieuwe natuur, dan ga je het ook ervaren. En de dingen die jij gelooft, die gaan werkelijkheid worden op het moment dat je het gaat doen. Dan zijn al die mooie woorden die ik nu zeg, die worden werkelijkheid op het moment dat je een stap maakt en zegt, ik ga het doen, want ik geloof. De Bijbel zou je ook kunnen zien als een spiegel, een geestelijke spiegel. Ik heb misschien wel eens eerder het voorbeeld gedeeld, maar het is goed misschien om het nog een keer te delen. Niemand van ons heeft ooit zijn eigen gezicht gezien. Moet je eens over nadenken. Je hebt je eigen gezicht, heb je nog nooit gezien. Ik zie nu al jullie gezichten met mijn eigen gezicht. Hoe ik ook kijk, hoe mijn ogen ook staan, hoe scheel je kijkt, je kan je eigen gezicht nooit zien. Er is één manier om erachter te komen, om te checken hoe je gezicht eruit is, en dat is in de spiegel. Je kijkt in de spiegel en je ziet je eigen gezicht. Oh, zo ziet mijn gezicht eruit. In je spiegelbeeld, anders tevoren. Maar je hebt een indruk van hoe je eruit ziet in de spiegel, en het bijzondere is dat niemand twijfelt of de spiegel klopt. Dus als ik naar de spiegel kijk en ik zie mijn eigen gezicht, denk ik niet, zal het niet zo net zijn als Wim? Nee, ik zie gewoon, oké, dit is wie ik ben, omdat ik vertrouw dat de spiegel de waarheid spreekt. En in die mate van vertrouwen is het ook belangrijk dat we Gods woord gaan lezen. Als wij Gods woord gaan lezen en dat zegt dat wij geplaatst zijn in de hemel, dat zegt dat onze zonden zijn vergeven, dat we een nieuwe schepping zijn. Nou, Gods woord zegt zoveel over jou en mij. Als je dat gaat geloven en dat ook toe gaat passen, dan wordt het werkelijkheid in jouw leven. En als je dat niet doet, ja, dan gaat het ook geen werkelijkheid worden. Dan ben je als Jacobus, die zegt er wat over in Jacobus 1. Het staat er al. Luister niet alleen naar het woord, dus wat ik net zei, maar doe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, hou je jezelf voor de gek. Stel dat je het woord wel hoort, maar er niets mee doet, dan kun je jezelf vergelijken met iemand die zichzelf in de spiegel bekijkt, maar ook weer onmiddellijk vergeten is hoe hij eruit ziet. Gods woord is een spiegel. En ik weet dat geloof iets is wat de Heere je moet geven. Je kan geloof niet maken, maar je kan het wel breken. Dat is belangrijk om te weten. Wij kunnen geloof niet maken. God is de gever van geloof. Hij wil tot jou spreken. Maar je kan het wel breken. Je kan God weerstaan. Veel mensen zeggen, ja, God moet mij willen. Maar God zoekt jou continu. Hij brengt continu mensen op jouw pad. Misschien zit jij hier wel vandaag en is dit jouw moment dat God tot jou wil spreken. Misschien is dit wel jouw moment dat God zegt, vul je eigen naam wel. Het is nu tijd om je eigen wil, je eigen verlangens. Het is nu tijd om je echt oprecht te bekeren. Het is nu de tijd om alles in het licht te brengen. Het is nu de tijd om mij te volgen. En als God tot je spreekt, kun je twee dingen doen. Je kan hem volgen, maar je kan het ook gewoon niet doen. We hebben een eigen keuze. Je kan ook vandaag gewoon weer naar huis gaan en bedenken, nou Heer, ik wacht nog even. Want ik vind allemaal, ik wil het eigenlijk liever niet. Maar er is niets wat een grotere vreugde geeft als je leven te geven in de handen van de levende God. Ik kan spreken uit ervaring. Ik ben nog nooit zo opgeruimd. Ik ben nog nooit zo gelukkig. Ik ben nog nooit zo rustig. Maar niet dat ik altijd zo rustig ben, maar ik heb wel vrede in mijn hart. Vredig. Rustig ben ik niet eigenlijk. Maar ik heb wel vrede in mijn hart. Ik weet dat ik leef niet onder veroordeel. Ik ben niet bang voor het oordeel. En ik weet dat heel veel van jullie ook bezig zijn met het leesplan. En ik hoop en ik bid dat we niet bezig zijn met meters maken, maar dat we God de tijd geven en de gelegenheid geven om ons leven te transformeren naar zijn woord. Je kan in 90 dagen de Bijbel lezen, je kan de Bijbel uit je hoofd weten, maar als je het niet toepast, dan is het gewoon helemaal niks. Dan kan je beter wat anders gaan doen, want dan heb je er niets aan. Want kennis, er is iets met kennis.
Maakt opgeblazen, ja. Nou, dankjewel. Het is wel altijd wel mensen die mij helpen. Dat is heel fijn. En dat is het natuurlijk. Kennis maakt opgeblazen, het maakt trots. Maar als we het gaan toepassen, dan breekt het ons. Dan maakt het ons alleen maar kleiner en nederiger en verhoogt het de Heer Jezus. En het vernieuwen van je denken, dat is een proces dat stopt nooit. Het is een proces dat blijft maar doorgaan. En ik kan nog 10 thema's gaan preken. Misschien doe ik het ook wel, ik weet het niet. Maar er zijn allerlei thema's waarin wij onze gedachten kunnen gaan vernieuwen. Maar ik wil vandaag gaan kijken naar de toepassing. En ik wil geen nieuw onderwerp maken, maar ik wil jullie uit gaan leggen wat de sleutel is van het vernieuwen van je denken. Waar kun je beginnen? En dat is maar met één ding, en dat is Jezus. Jezus is de sleutel. Jezus is de toepassing. En dat is belangrijk om te weten. Het is geen systeem, het is geen wet. Want als we het gaan proberen te verdienen, en daar wil ik straks ook nog even gaan kijken, dan gaat het mis. Het uitgangspunt is Jezus. En niet kennis. Je hoeft niet veel te weten om Jezus te volgen. Je hoeft niet veel te weten om vrijheid te ervaren. Het gaat erom dat je Jezus accepteert als Heer van je leven. En vanuit dat is jouw vertrekpunt. Jezus is de sleutel en niet de wet. Het gaat er niet om wat je allemaal wel of niet goed doet. Het gaat erom dat je met Hem praat. Dat je een relatie hebt met de Heer. En je kan alle regels uit je hoofd weten, maar de toepassing is Jezus. Alles draait om een persoonlijke relatie met Hem. En alles wat je daaraan toe probeert te voegen, dat kan je verstikken. Zelfs Bijbel lezen, zelfs het woord van God. Ik heb voorbeelden gezien in mijn eigen leven dat het woord van God iemand kan verstikken. Omdat ze het niet goed toepassen, omdat ze het niet uit relatie met Hem toepassen. Dus het is prachtig dat we Gods woord lezen, maar doe het samen met Hem. Heren, wat wilt u tegen mij zeggen? En heel concreet, het is eigenlijk zo simpel. Betrek Jezus in alles. Als je wakker wordt, vraag je Heren, wat zal ik doen? Als je kinderen vervelend zijn, bid je gewoon heel kort. Heren, hoe wilt u dat ik mijn kinderen behandel? Heren, welke keuze? Wat moet ik kopen? Als je niet weet, simpelweg als je niet weet wat voor kleren je moet kopen, wat je moet doen, vraag het aan de Heer. Wie mag ik zegenen, Heer? Wat kan ik? Hij wil tot je spreken. En vaak komen mensen naar me toe om een advies. En als ik dan vraag, heb je het al aan de Heer gevraagd? En mensen denken 3 seconden na, dan zeggen ze heel vaak, eigenlijk weet ik het wel. Het is eigenlijk, ja, eigenlijk is het wandelen met de Heer zo simpel. Vraag het aan Hem en Hij wil tot je spreken. En Hij zal tot je spreken. En vaak heeft Hij het al gedaan, maar wil je misschien toch stiekem wat anders of zoek je naar een andere manier. En ik zie ook soms in mijn eigen leven dat het gevaarlijk is dat we een prestatiecultuur gaan creëren. Dat we gaan proberen om de genade van God te verdienen. Dat we gaan proberen, als ik het goed doe, als ik ga werken, als ik daarmee stop, dan zal de Heer wel van mij houden. Maar je kan niets toevoegen aan genade. En dat is echt gevaarlijk. Als we dat gaan doen, dan bevinden we ons op een heel gevaarlijk terrein. Want eigenlijk gaan we proberen iets toe te voegen aan het verlossingswerk van Jezus aan het kruis. De wet, mensen, die is er niet meer. Niet dat die niet meer bestaat, maar wij leven niet meer onder de wet. En het is ook echt belangrijk dat we op dat gebied onze gedachten vernieuwen. Het is geen wet. De wet was er tot Jezus kwam. En die wet was nodig om onze oude natuur te beheersen. Want wij hadden een zondige natuur die niets langer wilde als zondigen. We waren geneigd tot alle kwaad, met als gevolg de dood. Maar toen wij opnieuw geboren werden, kwam de Geest van God in ons wonen. En vanaf dat moment staat de Geest van God boven de wet. We volgen niet meer een wet, maar we volgen een persoon. En als je alles vergeet vandaag, dan maakt het me niet uit. Maar als je maar één ding onthoudt, we volgen geen wet, we volgen geen systeem, maar we volgen een persoon. En als je Hem volgt, dan zal Hij jou brengen waar Hij jou wil hebben. Op een plek waar je misschien nooit van had durven dromen. Maar het zal goed zijn. Je zal rust ervaren en je zal vrede hebben in je hart.
En ik wil nog even een tekst uit Galaten erbij halen, waarin Paulus dat ook zei. En mensen uit Galaten, dat waren over het algemeen ook mensen met een religieuze achtergrond. Ze leefden, het waren Joodse mensen, die waren gewend om onder de wet te leven. En Paulus die schreef de brief ook weer om hun denken te vernieuwen. En dit is wat hij zegt. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt. Voor het geloof was de wet gewoon nodig. Anders waren we losbandig, was er geen grens meer. We zaten als gevangenen opgesloten totdat het geloof openbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Dus de wet was een leermeester tot Christus, daarna niet meer. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent alle kinderen van God door de werken. Nee, natuurlijk niet. Door het geloof in Jezus Christus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Mooi, hè? Door de doop zijn we met Christus bekleed. God ziet ons niet meer als onszelf, maar God ziet ons als Christus, omdat het kleed van Jezus over ons is. Dus de wet is er tot Christus. En dat bedoel ik niet met de wet de 10 geboden. De wet bestond in het Oude Testament uit de Torah en er stonden uit mijn hoofd meer dan 600 wetjes. Die allemaal nageleefd moesten worden, zodat het ergens op leek, zou je kunnen zeggen, om je te beteugelen. Maar al die wetjes, de Heer Jezus zegt, ik heb ze vervuld. En het is niet zo dat die wetten geen betekenis meer hebben, maar we leven niet meer onder de wet. We laten ons niet meer leiden door de wet, we laten ons leiden door de Heilige Geest. Want door het geloof in Jezus zijn wij nieuw geworden, we hebben een nieuwe identiteit. We zijn bekleed met Hem. En onze zonden zijn afgewassen. We zijn rechtvaardig. Gods toren rust niet meer op ons. God houdt van ons net zoveel als dat Hij van Jezus houdt. Zijn enige zoon waar Hij zoveel van houdt. Zoveel houdt Hij ook van jullie. Kun je dat voorstellen, dat God zoveel van je houdt als van Jezus? Misschien niet, maar het is echt zo. En door het ook uit te spreken, door het te proclameren, want dit is het waarheid, dit is wat we geloven, het woord van God. Heere, dank u dat u net zoveel van mij houdt als van Jezus. Door het te gaan praktiseren, gaan we het steeds meer realiteit, gaan we het steeds meer toe-eigenen, worden onze gedachten steeds verder vernieuwd. En het enige wat Jezus van je vraagt is, volg mij. De Bijbel zegt, alle mensen die zich laten leiden door de Heilige Geest, zijn kinderen van God. Als de Bijbel zou zeggen, alle mensen die de wet naleven, zijn kinderen van God, dan zouden we allemaal weten dat we daar niet aan kunnen voldoen. Want wij kunnen die wet niet vervullen. Wij maken allemaal fouten. En dat zullen we ook blijven doen. Dus als onze standaard is het vervullen, leven onder de wet, dan zullen we allemaal onszelf realiseren dat we daar nooit aan kunnen gaan voldoen. En dan gaan we gebukt onder angst voor straf. In 2 Korinthe 3, vers 6, daar staat, Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt en Hij is God. God heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, niet van de wet, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En als je er meer over wil lezen, heel 2 Korinthe 3 gaat over het oude en het nieuwe verbond, gaat over de wet en de genade en het leven met de Heilige Geest. Als je de wet volgt, kun je het ook vaak checken. Mensen die de wet volgen, die zijn vaak bang voor straf. Omdat hun identiteit is, ze weten dat ze die wet niet kunnen voldoen. Dus ze leven in angst. God is voor hun vaak ook een angstig persoon. Iemand die ze wil straffen, omdat ze onder de wet leven. Maar als je Jezus volgt, als je weet wat genade betekent, het woord genade betekent ook gratis. Je kan er niets voor doen. Je accepteert het en je gaat eruit leven. Alles wat je doet, doe je niet om het moet, maar omdat je van Jezus houdt. Je doet het niet om zijn genade te verdienen, maar je doet het omdat je dankbaar bent voor wat Jezus voor jou gedaan heeft. Dat je zegt, dank u Heer voor dat u voor mij straf heeft betaald. En dat je hem volgt, omdat je hem daarvoor dankt, dat je hem daarin de eer wil geven.
Tot slot wil ik afsluiten door met jullie te kijken naar een persoon of een naam van een persoon. En die naam is Ananias. En wat heel mooi is, wat betekent Ananias? En dat betekent, Yahweh is genadig. God is genadig. En in het Nieuwe Testament zien we 3 keer de persoon Ananias tevoorschijn komen. De eerste keer is de eerste keer zien we Ananias, de man van Safira. De tweede keer zien we Ananias, de man die naar Paulus komt, op het moment dat Paulus een ontmoeting heeft gehad met de Heere. En aan het einde van Handelingen zien we ook nog een keer Ananias, die hoge priester was in die tijd. En ik wil even stilstaan bij de eerste 2 personen in het Nieuwe Testament. De Ananias van Paulus en de Ananias van Safira. Als we kijken naar het leven van Paulus, als er iemand onder de wet leefde, dan was het wel Paulus. Hij probeerde alle wetjes na te leven. Hij probeerde, ging zelfs zo ver dat hij christenen vervolgde. Dat hij in staat was of bereid was om christenen die in de vrijheid leefden, die niet meer onder de wet waren. De wet was zo erg belangrijk voor hem dat hij al die christenen die vrijheid van de wet hadden ervaren, dat hij die wilde vermoorden. En hij had niks goed gedaan eigenlijk. Als je kijkt naar het verlossingswerk van Christus, hij snapte er niks van, maar God zocht hem op. En hij had een ontmoeting onderweg naar Damascus met Jezus. Daar had hij absoluut geen recht op. Hij had niet allerlei dingen goed gedaan. Nee, hij had eigenlijk de straf verdiend, maar de ontmoeting met Jezus, het was pure genade dat Jezus Paulus opzocht. En vervolgens zien we dat hij blind werd. Dat was hij eigenlijk al, maar nu werd hij ook een keer fysiek blind. En dan ontmoet hij na 3 dagen een persoon met de naam Ananias. God is genadig. Dus de genade van God, die bezocht hem, zou je eigenlijk kunnen zeggen. En wat gebeurde er? Ananias, die deelde het evangelie, die had voor hem gebeden. Die zou vast ook uitgelegd hebben, want Paulus die had al Jezus ontmoet, maar hij snapte natuurlijk nog niet veel van de Heer. En dat zal Ananias hem allemaal uit hebben gelegd, want Ananias was een discipel van de Heer Jezus. En je ziet ook dat hij op die dag ook werd gedoopt. En toen zijn zijn ogen open gegaan en toen, nou we weten wat er gebeurde toen Paulus zijn ogen opende. Hij ging als een kogel, zou je kunnen zeggen. Hij ging er helemaal voor, want zijn ogen waren geopend. Ananias, God is genadig. Maar vervolgens zien we nog een Ananias in het Nieuwe Testament. En dat is Ananias in Handelingen 5. En voordat ik daar wat over deel, wil ik dat even met jullie lezen. Als het goed is, hadden jullie het al opgezocht. Een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en hij gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dat hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beide het land voor zoveel verkocht? En zij zei ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen ook u uitdragen. En onmiddellijk viel ze voor zijn voeten en gaf de geest. En toen de jonge man binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Het is echt een heel heftig verhaal natuurlijk. En je ziet ook dat er vrees over de mensen kwam die erbij waren. Maar wat belangrijk is in vers 4, dat is ook goed om te weten, we zijn vrij in alles. Vers 4 legt uit
dat als hij hoefde het niet te verkopen, staat er. En ook als hij het had verkocht, hoefde hij het niet aan de apostelen te geven. Waarom hoefde hij dat niet? Omdat wij niets moeten, want alles wat wij moeten, gaan we proberen de genade te verdienen. Dus eigenlijk zegt het evangelie, je hoeft helemaal niets. Als je het doet omdat je jezelf ermee op wil poetsen, als je het doet om er beter van te worden, kun je het beter niet doen, want dan ga je proberen opnieuw de genade te verdienen. En wat ik heel bijzonder vind, als je kijkt naar de naam Ananias, God is genade. Saphira staat voor saffier en saffier is een edelsteen, maar het is in ieder geval een steen. En als je erover nadenkt, de steen staat symbool van de wet. Wat deden Ananias en Saphira? Ze vermengden de genade van de Heer met de wet. Het was natuurlijk wel dat ze wilden iets aan de Heer geven, dus het was religieus. Het had iets met God te maken. Ze wilden het aan de apostelen geven. Ze zaten in een levende gemeente, net aan het begin van Handelingen, maar ze wilden er iets van zichzelf aan toevoegen met het gevolg de dood. Als wij, ik denk wat wij van deze geschiedenis kunnen leren, als wij gaan proberen iets aan Gods genade toe te voegen, dan is het resultaat de dood, want zijn genade is genoeg. En ik wil niet te veel ingaan op de naam of wat Saphira. Kijk, Saphira is een edelsteen, een prachtig mooie steen. Dus ik wil niet te veel op de betekenis van de namen ingaan. Maar wel het principe dat wij niet gaan proberen iets te gaan toevoegen aan de genade van de Heer. Wij kunnen niet door onze daden bij God in een goed boekje komen. En ook niet bij mensen. Ananias en Saphira die hadden de fout die ze maakten, is dat hun de genade voor hun niet genoeg was. De wetenschap dat God ze accepteerde, dat God van ze houdt, ongeacht wat ze deden. En dat is ook wat ik jullie deze morgen mee wil geven. God houdt van jullie allemaal. Hij is jullie maker. Jezus is voor jou ook persoonlijk gestorven. En je kan daar niets aan toevoegen. Het enige wat hij wil is een gebroken hart. Dat wij echt bereid zijn om alle poppenkast uit ons leven weg te halen. Want dat is wat Ananias en Saphira deden. Het was poppenkast. Ze stonden gewoon te liegen voor de apostelen. Waarom? Om zichzelf er beter voor te laten doen. God wil geen poppenkast. Hij wil ons hart. Dat is het enige wat hij wil. Hij heeft geen behagen in offers. Hij heeft geen behagen hoe jij je best probeert te doen. Hij heeft geen behagen als je een uur uit de Bijbel hebt gelezen. Het enige wat hij wil is een gebroken hart. Want daar vandaan kan hij werken. Een gebroken hart heeft Jezus nodig, want er is niets meer van ons bij. Ik wil met jullie bidden. Heer Jezus, ik wil beginnen met het belijden dat we allemaal, inclusief mezelf, soms toch proberen uw genade te verdienen. Heer, en daarbij mogen we u ook danken dat u niet gelijk met ons afrekent, zoals we net hebben gelezen in Handelingen 5. Wat een heftig verhaal, Heer. Heer, we zien Ananias en Saphira als een voorbeeld, maar eigenlijk, als we eerlijk zijn, zijn wij geen haar beter. En is het genade, weer genade, Heer, dat u ons hier heeft gebracht. Maar Heer, we willen opnieuw belijden, uw genade is voor ons genoeg. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons gestorven bent, dat u de straf aan het kruis heeft gedragen. Dat u nieuwe mensen voor ons heeft gemaakt. Heer, ik bid als iemand hier vandaag is die dat nog niet heeft gedaan, die nog niet Jezus als Heer heeft gemaakt, maar wel zo graag naar verlossing verlangt. Heere, dat er vandaag een dag mag zijn van verfrissing, van vernieuwing. Dat de lente mag aanbreken. Dat er een nieuw seizoen mag komen. Een nieuw seizoen van blijdschap, van vreugde, van vrede. Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier bent en dat u onze harten kent. Heere, voor u is niets verborgen. We kunnen voor elkaar poppenkast spelen, Heer, maar voor u gaat het niet. Heer, wilt u ook deze gemeente louteren met uw Heilige Geest? Heer, dat u ons schoonbrandt, dat alles wat religie en alles wat we nog proberen om de schijn op te houden, dat het mag verdwijnen in de naam van Jezus.
Heer, dat we mensen zullen zijn die bekend staan als echt gestorven aan zichzelf. En dat het hier in deze gemeente niet om mensen gaat, maar dat het alleen om u gaat, Heer Jezus. Dat de mensen over deze gemeente zullen spreken als de gemeente van de Heer Jezus. Waar het alleen om u draait. Dank u wel, Heer, dat u vanochtend tot ons wil spreken. Dank u wel, Heer, dat u genadig bent. Dat u niet naar ons kijkt in boosheid. Dat de toren is afgewend en dat u ons ziet als geliefde kinderen van God. Dat u ons ziet door de bril van de Heer Jezus. Help ons ook echt, Heer, om onze gedachten te vernieuwen. Help ons ook echt, Heer, om te gaan leven vanuit onze nieuwe natuur. Dat het oude paspoort, Heer, het is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En Heer, ik heb er echt geloof voor. Als we dat uit gaan leven, dan zullen de dingen waar we geloof hebben manifest werkelijkheid worden in ons leven. Dank u wel, Heer, dat u dat ook de komende week gaat doen. En dat u ook een God is die leeft en dat u het ook gaat bewerkstelligen in ons alle leven. Dank u wel. We loven en prijzen u, Heer Jezus, voor het grote offer wat u ons, voor ons heeft gegeven. Heer, we willen daar niets aan toevoegen. Uit genade. Amen. Dankjewel. Zo, mooie voorbeelden, mooie openbaringen en beelden. Ik zat gisteravond even tv te kijken in de Kamp van Koningsbrugge. Misschien kennen sommigen van jullie het wel. Het is niet speciaal dat ik het een heel goed programma vond, kwam ik achter. Maar het ging erom dat mensen die willen zich dan bewijzen, die gaan dan meedoen en krijgen een soort training van een commando. En de eerste naar de een naar de ander haakte af. Maar de reden dat ze meedoen was altijd uit, ik wil laten zien wie ik ben. Ik wil mijn eigen bewijzen. En uiteindelijk als je dan afhaakt na één dag, dan ben je enorm teleurgesteld. Maar wij hoeven ons niet te bewijzen. De Heer Jezus heeft zich bewezen. En wij mogen gewoon in die ontspannenheid leven. En een ander iets waar ik ook aan dacht in de boodschap. Ook over de doop en de wet. Dat stukje dat ze door de Jordaan heen gingen, vind ik zo bijzonder. Want Mozes die heeft de wet ontvangen voor het volk. Maar wat gebeurt er? Mozes sterft nog voor de oversteek van de Jordaan. Mozes zelf die gaat niet mee. Mozes blijft achter. En dan gaan ze door de Jordaan en dat is de doop. En dan staan ze in het beloofde land. Vind ik heel bijzonder iets. Dus de wet, wij leven niet door de wet, maar we leven door de genade. Vind ik zo'n mooi beeld dat wat daar gebeurt.